We waren toch verliefd schat, en daarom vind ik het vreemd. Want wat bleek, jij was een vrouwelijke PMP. Maar toen ging ik even denken, zijn meer dingen in het leven dan bitches en hoeren die met gevoelens willen spelen. Want schatje, het is nu eindelijk over. Ik kom er toch weer boven, want ik ben een soldier. Hey, als je bent opgegroeid in Hoogvliet, in de tijd dat wij zijn opgegroeid in Hoogvliet, ik ben 28, dan was je sowieso een YSD-fan. De auto die langs reed van Marokkaanse en Turkse jongens was echt kakasma. Ja, als ik naar die jongens keek, dacht ik echt van wauw, zie je toch, zo moet mijn vriendengroep ook zijn. YSG, elk nummer dat ze hadden, wij kenden gewoon alle lyrics. Elke optreden, we waren daar. Het was gewoon elke keer feest. Je weet toch waar we het over hebben? Je weet het. Trouwens, we zijn de RNC. Even kijken. Wat ben je nou aan het opzoeken? Zeg maar het allereerste nummer dat we hebben. Nou, ik wil niet zeggen dat dit het eerste nummer zou hebben opgenomen. Maar dit is wel het eerste nummer wat mensen echt van ons hadden gehoord. Zeg maar in Hoogvliet. Haha, I'm a true young soldier nigga trying to survive. When my real enemies keep looking my eyes, so where my niggas is at, so where my bitches is at. I'm a true young soldier with my baby. Je bent een banger. Dit is voor die kakas, maar ja, daar buiten. Ik ben geen banger, maar ik wil spuiten. Nou, in feite, allemaal opgegroeid in Hoogvliet. En eigenlijk kenden wij elkaar onderling al wel een beetje. Die kende die. Eigenlijk kwam dat allemaal bij elkaar bij de voetbalvereniging. In een tijd waarin we allemaal eigenlijk aan het puberen waren, kwamen we dus bij elkaar. En daar merkten we dat we eigenlijk heel veel gezamenlijke interesses hadden. Wat betreft muziek, zoals ook de sport. Maar gewoon ook karakterologisch gezien pasten wij heel goed bij elkaar, weet je. Dit is dan D'Angelo. Rapnaam Killa. Dit is Berto. Rapnaam Moscow. Dit is Pompey. Rapnaam Ice. Dit is Shannon. Rapnaam Tuig. Dit is Pincho. Rapnaam Murder. Dit is Jero. Rapnaam JP. Dit is Jermaine. Rapnaam Magic. En dit is Runel. Rapnaam Trigger. En een van ons die kwam een keer met het idee van kom, we gaan een keer gewoon wat opnemen. En ja, dat was toen met die cassettespeler en namen we dus op. En dat ging door, als een lopend vuurtje ging dat toen in Hoogvliet. En cassettes werden uitgeleend aan elkaar. En ja, zo ging dat. Hey, jullie rappen, bla bla bla. En toen begonnen we een beetje naam te krijgen. En ja, van daaruit is het eigenlijk, zeg maar, ja, in lokale zin van het woord, zeg maar, een beetje geëxplodeerd, man. En ja, toen zijn we doorgegaan en hebben we niet meer teruggekeken, zeg maar. Als je, zeg maar, YSG zocht, dan waren we hier altijd te vinden, vooral zondag. Pientje daar met die grote bril op zijn kop daar. Kijk deze, kijk die slippers hier. Ah, Birkenstock! Ik heb hem. Vertel me opname voor. Ja, dat was bij hem in zijn kamer. Dat was hier achter, zeg maar, bij D'Angelo in zijn kamer. Hij is er ook eigenlijk mee begonnen, want hij kwam met No Limit Soldiers bij hem. En toen gingen we alleen maar naar No Limit Soldiers luisteren. En toen kwam dat verhaal eigenlijk ter sprake. Toen werd hij erdoor geïnspireerd. Toen gingen we zodoende gingen we, zeg maar, rappen. En het begon eigenlijk. Onze eerste clip was eigenlijk. Het was in een smalle kamer. En onze cameraman die stond zo bovenop.
op een paar stoelen. Zo stond iemand met die camera. Ja, zo ja. En wij moesten allemaal ons gebeurt, moesten we voor die camera komen. En als je fout ging, moet je helemaal opnieuw, hè? Ja, dus en op een gegeven moment, op die computer. Ja, we gingen allemaal in de rij staan. We gingen allemaal in de rij staan en elke keer degene die dan aan de beurt was, die kwam helemaal voorop. En sommige mensen wisten hun tekst niet, dus die keken gewoon op een computerscherm. Die keken niet in de camera, die keken gewoon op een computerscherm. De tijd was ook moeilijk, weet je toch? Geen Spotify en zo, kazen en zo, je weet toch? Je moest kraken om op kazen te zetten en al die toestanden, je weet toch? Ja, het was niet makkelijk. Maar we deden gewoon, we vonden het leuk. Daar gaat het om eigenlijk. Nu gaat het meer om geld, maar vroeger ging gewoon, je vindt muziek leuk, dan maak je muziek. Maar op een gegeven moment zijn we Kakasma deel 1 zijn we kwijtgeraakt. Toen hadden we zoiets van kom, we gaan hem nu nog een keer opnemen. En toen kwam Kakasma deel 2 en dat was wel echt een, je kan wel zeggen een hit, man. Ja, zeker. Jij zit er ook op. Jij zit er ook, natuurlijk. Iedereen zit erop. Oh, iedereen, behalve Shannon zit er niet op. Pintje wel. Jij niet. Shannon ook. Ja, Shannon niet. Hier ben ik dan weer en het is heel tegen. Wie ben jij? De activatie van een PIMP, mededeling. Voor al die anties en koeries, suries en mokkers, ik niet die. Maakt niet uit. Ik weet wie je bent. Ook al geef je je naam niet op MSN. Iedereen was blij omdat je een tijdje verdween. Want in de lijst van nog vertoeren sta jij op nummer 1. Je moet gewoon weten waarvoor je dingen wil doen. Want nu, wij deden het gewoon puur voor ons plezier. En ook natuurlijk wat Rinal zei, ook voor de fame. Kijk, weet je, daarvoor deden wij het, maar ik zou het aan de jeugd ook mee kunnen geven. Weet je, doe het gewoon omdat je het leuk vindt om te doen. Iedereen zijn leven werd op een gegeven moment anders. Ik ging werken, die ging ook werken, sommigen gingen nog naar school. En mensen werden vaders. En op een gegeven moment moesten we ook prioriteiten stellen. In de zin van, kijk, als dit geen geld in het laadje brengt, dan moet je ook wel zeg maar andere dingen gaan doen. En zo is dat eigenlijk. Wij zijn nooit officieel gestopt. Nee. Het is gewoon zo gegroeid, weet je, dat we op een gegeven moment gewoon de tijd eigenlijk niet meer... niet meer hadden. Iedereen wil ook dat we zeg maar weer wat gaan doen. Ja. Snap je? En dat geeft wel aan dat wij best wel voor veel mensen in hun jeugdtijd zeg maar wat betekend hebben. Ja, maar en de jeugd ook al vaak als ik ga optreden met F, kom ik gewoon ver, Groningen. Ja. Maar ze zeggen, hey, maar je was toch die killer van die groep? Welke groep waar is die? Ik denk, ja. Hoe heet je dat? Ja, dus, ja, dat is wel tof om te horen, je weet toch? Dat is heel erg. Ik sta er in de laatste meter. Nee, je zegt, ja. Oké, serieus. Let's go, kijk, serieus. Let's go, joh.